Waardoor besloot je om uiteindelijk daar weg te gaan? Ik was in een verliesreeks van 4. Ja. En kijk, als je 1 of 2, 3 keer verliest, dan kan het aan verschillende factoren liggen. Maar bij 4e keer moet er verandering komen. Zeg maar, er moet verandering komen. En dan was een gesprek met Mike. Daarna dacht ik van nee, dit is het niet voor mij. Dus na de 4e verliespartij was een gesprek. Toen ging ik goed nadenken. En dan ging ik naar mijn eigen ik luisteren. Het was van nee, man. Maar wat was het niet voor jou, zeg maar, de manier van vechten, trainen? Waarin moest je verandering brengen? In heel veel aspecten eigenlijk. Dus los van de training zelf, dan moet je verandering in brengen. Maar zoals ik al zei, vechtsport is 70% mentaal, 80% mentaal. Ja. Dus ik moest mentaal wat veranderen. En Said kan mij op een bepaalde manier triggeren. Om bijvoorbeeld wel om 7 uur in de ochtend tandheuvel te gaan doen. Of om wel die extra kilometer te lopen of extra stap te zetten. Ja. En hij kan het gewoon bij mij doen op een of andere manier. En ook niet eens door te schreeuwen. Hè. Gewoon juist door rustig te blijven. Want veel mensen willen een bepaalde boodschap overbrengen door te gaan schreeuwen. Ja, je moet dit, bla bla bla. Iedereen kent Said. Ja. Said is heel rustig. Ja, snap je? En de meeste mensen hadden het door elkaar. Het gaat om de boodschap en niet om de manier waarop je het overbrengt. Zeg maar. Dus veel mensen denken dat door te gaan schreeuwen dat de boodschap over wordt gebracht. Maar men gaat alleen maar kijken naar het schreeuwen in plaats van luisteren wat er gezegd wordt om het te begrijpen. Ja. En Said praat altijd rustig. En dat werkt bij mij heel goed. Ja. En hoe heb je Said gevonden dan? Waarom koos je hem? Want er zijn heel veel trainers. Als je bewust met hem in je hoofd gezeten van oké, als ik hier wegga, dan ga ik daar naartoe. Hoe heb je elkaar gevonden? Well, ik had een lijstje gemaakt met Mikey. Ja. Een oude trainer van mijn zes vriend en van alles, zeg maar. Hadden we een lijstje gemaakt met een paar namen. En we gingen gewoon kijken naar die namen van oké, ik wil bij die of die trainer kan ik komen. Ja. Oké, die is goed, maar hij mist bijvoorbeeld zware jongens. Ja. Dus dat strepen we weg. Die is ook goed, dat is ook een andere goede trainer. Maar hij is iets te ver weg nu. En zij zat ook bij het lijstje. Ik had 3 namen opgeschreven. Hij zat ook bij het lijstje. En op een gegeven moment was ik presentator bij een kickboxgala. Ja. Zeg maar. En toen kwam ik hem daar tegen. Toen zei ik gewoon tegen hem van, hey, Said, kan ik een keertje komen sparren binnenkort? En hij zegt, ja, maar kom gezellig, kom langs. En zo is het balletje gaan rollen eigenlijk. Oh, nice. Ja. Het klikte gelijk. Het klikte wel, ja. Want we komen allemaal uit Utrecht. Ja. En op een gegeven moment kent iedereen elkaar wel binnen de vechtsportwereld. Want het is een hele kleine wereld. Iedereen kent elkaar. Maar je moet net elkaar tegenkomen voordat je die stap serieus gaat zetten. Want ik ben sowieso iemand, voordat ik een grote stap ga zetten, moet ik er 20 keer over nadenken. Ja. Ik moet alle scenario's moet ik hebben bedacht van oké, als ik wegga en het gaat niet goed, dan dit of dan dat, dan zus dan zo. Ja. Dus ik moet er heel goed over nadenken. Toen ik hem daar zag, dacht ik van oké, laat me het gewoon vragen en gewoon gaan kijken hoe het daar is. En het klikte gewoon en al die boys zijn ook gewoon echt goede jongens, ja. Hey, what's up, yo? This is 50 Cent. Hey, this is Rihanna, Fernando. Hey, yo, Fernando. What's up? DJ Khaled. Hey, what's up, everybody? This is J Balvin. Nando Licks. Okay? Okay. Fernando. X is in that station for a reason, baby. Nando Licks. Real talk.